Goedemiddag. Op veel plaatsen in Nederland veel ruimte voor de zon vandaag, dus vaak blauwe luchten. Het verandert wel een beetje. En dat komt allemaal omdat toch wat stapelwolken kunnen ontstaan. Die zien we nu nog niet op de satellietfoto van vanochtend, maar wel wat meer bewolking boven de Noordzee via de Duitse Bocht Duitsland in. Ook het noorden van het land krijgt daarmee te maken. En uit die dikke bewolking viel vanochtend zeer lokaal ook een spatregen. Vanmiddag blijft het waarschijnlijk wel op vrijwel overal droog. Als er spat regen valt, is de kans erop het grootste in het uiterste noordoosten van het land. Landinwaarts eerst nog veel ruimte voor de zon, later wat stapelwolken. Ja, lokaal kunnen die het de zon toch best moeilijk maken. Vanaf de Noordzee komen uiteindelijk wat bredere opklaringen binnen. En die zien we vooral later vandaag in het noordwesten van het land. Temperaturen een graad of 21 in het noorden van het land. En in het zuiden 24, lokaal misschien een zomerse 25 graden. Morgen wordt het op uitgebreide schaal zomers warm, zeker in het zuiden en oosten van het land. Het noorden van het land iets koeler, wat meer bewolking en de wind van zee. Maar waarschijnlijk blijft het wel dan gewoon overal droog. De temperatuur doet wel een kleine stap terug op donderdag. Een noordenwind, wat meer bewolking, een graad of 22. De dagen daarna gaat de temperatuur weer omhoog. Maar in het weekend neemt de kans op regen en onweersbuien toe. Misschien dat lokaal ook weer veel regen in een korte tijd valt. Na het weekend blijft het licht zomer zomerweer. Temperaturen iets aan de lage kant, maar voor veel mensen wel aangenaam. Ik wens verder nog een fijne dag.